wel gekomen bij de Antwerpse politie. Zeg groeten! Wil gaat over twee jonge Antwerpenaren die bij de politie werken, die op zoek zijn naar zichzelf, maar vooral proberen te overleven in een bezette stad, in een oorlog. Het was echt een plezier om te draaien eigenlijk. Ja, een ongelofelijke ploeg. Ik stond de hele tijd versteld van het onwaarschijnlijke professionalisme en talent dat er in de kleinste geledingen van het team zat. En ik heb er enorm van genoten. Dat was voor de eerste keer voor mij op zo'n grote set. En dan ineens zoiets, dat is wel echt iets dat ik heel, heel graag gedaan heb. Het is ook echt een rol of zo dat ik heel, heel graag gespeeld, waar ik heel veel in kwijt kon en daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ja, ik denk dat het verhaal eigenlijk onderzoekt van als je doet wat je moet doen om te kunnen overleven in tijden van oorlog, kunnen dan eigenlijk een goede mens zijn. Een lezer zal altijd zijn denkbeeldige film maken terwijl hij leest. Voor mij het belangrijkste is ja, de vragen die de film oproept en natuurlijk het genot om te zien er fantastische cinematografie, geweldige regie, hele mooie muziek en natuurlijk een cast die helemaal tot het uiterste is gegaan. Daar is hij ja, de man der Stunde. Soms ben je sprakeloos. En ja, dat is nu het geval. Het is echt een uppercut. Nou wordt er echt heel stil van, ja. Het is echt een mokerslag. Stef was ook fantastisch. Ik vond het echt hartverscheurend. Je gaat je in die mensen in plaats stellen van hoe het toen was. En ja, dan zet je eigenlijk heel stil en mogen we toch blij zijn dat we nu in deze tijd leven, denk ik. De film waar zinnen in komen als geweten is luxe. Ja, dat zijn films die zwaar in je gebeenten en in je ziel hakken. En de bijl was zeer scherp. Het is heel overweldigend, maar het is wel echt, je moet het gezien hebben. Ja, het absoluut. Gaat ook sowieso prijzen winnen, echt 100% zeker. Een film van Belgische makelij, maar van internationale klasse. Het is een van de meest intense films dat ik in heel lange tijd heb gezien.